Oké, okay, Jessien was dus net bij een vriendje, maar ik weet dat hij bij dat vriendje was, omdat hij weet... Nee! We hebben inmiddels al wat scènes opgenomen in Hoogvliet en we gaan nu naar Spijkenisse. En het grappige is dus dat mijn vaste producer, die ook gewoon uit Amsterdam komt, nu dus in Spijkenisse in een hotel zit waar hij gewoon muziek aan het maken is met meerdere collega rappers. Ik moet even een shout-out doen trouwens naar Nikita. Nikita is vandaag mijn kandidaat. Je vlogt zelf ook, hè Nikita? Ja. Oké, dan. En je bent verliefd en je hebt mij gevraagd om jou te helpen zodat we zometeen Finn verkering gaan vragen. Ja. Het is een en al gieren en brullen. En Simona vindt mij om te smullen. Grappig, ik zie in dit hotel gewoon collega rappers zwemmen en zo. Terwijl ik hier kom lunchen met de crew van Gek op jou, gaan ze gewoon lastig vallen, man. Hey, het is je boy SR, man. Jullie slapen op hem, man. Maka, waar is de wind? Shout out aan jullie, man. Het is je boy, man. Dus ik ben hier aan het opnemen in Spijkenisse. Die boy zit hier gewoon in de studio. We wonen 10 minuten van elkaar vandaan in Amsterdam. En hij heeft gewoon geen tijd voor me om te produceren. Ik kan het niet meer sjouwen houden. Wat is dit dan? Live vanuit een hotel hier zo in Spijkenisse. Terwijl ik eigenlijk bezig ben met tv-opnames. Hey Dwayne, laat ze eventjes een track horen die wij even in onze schatkistje hebben verstopt. Ik weet dat het niet kan, schat. Ik weet niet wat je doet, maar je raakt me toch. Lieve schat, ik doe je echt geen pijn, want jij bent mijn saaitje. Je zegt van niet, maar je lijkt dit. Ik ben je saaitje. Hey, vinden jullie deze track hard? Laat me dan weten via de comments of ik deze moet uitbrengen. Track heet Sidechick. Let me know, man. Shout out naar je boy Dwina, man. Zo, een hele goede morgen. Vandaag een rustige dag eigenlijk wel. Ja, ik heb alleen maar 2 afspraken voor een paar nieuwe programma's die ik ga maken voor de Avrotros. Maar daarover binnenkort meer. Maar eerst even trainen. Want ik vind het belangrijk als ik weet dat ik deze week een show heb. En we hebben deze week een hele spannende show, namelijk in... Ik moet even leren in de lens kijken. We hebben deze week namelijk een show in Hasselt, België. En dan vind ik het belangrijk om minimaal 2-3 keer per week getraind te hebben. Weet niet, op een of andere manier geeft dat me een beter gevoel en voel ik me helemaal fit. We zitten nu in de auto en kijk eens wie voor het eerst na 100 keer zeuren met me mee gaat trainen. Ik! It's the wifey, man. Ik ben te laat door Cheyenne. Dat is echt traag als dikke stront altijd. Maar we gaan ons best doen. We gaan er weer wat moois van maken. Ja, en daar gaat Cheyenne hoor, die er comeback maakt na 6 maanden in de gym. Ik vind het dus altijd leuk als ik iemand anders kan pesten tijdens oefeningen. Maar ja, ik heb zelf maar 50 seconden rust en dan moet ik weer even knallen. 10 reps, naar de table cross over. Dan gaan we. Goed, chef D, de beste D. Kijk naar beneden. 1, 2, rustig. 3, 14, 1, 2, 15. We hebben net heerlijk getraind met Ralf. Ja man, ik zeg Ralf. Nice. Ralf is de best. Thanks voor de props. Ja. Goed job, mensen. Ja, goed. Morgen spierpijn. Oké, dit soort dingen overkomen alleen mij. En ik dacht al, oké, ik ga mijn vlogcamera meenemen. Ik neem jullie mee naar de supermarkt. Maar toen dacht ik, ja, niet echt heel interessant. Wat gebeurde er nou? Ik had allerlei andere lekkere dingen. Dingen die gebeuren dus als je naar de supermarkt gaat. Kom ik bij de kassa en kom ik erachter dat ik gewoon mijn portemonnee thuis ben vergeten. Gelukkig heb ik die nu wel bij me. Dankzij mijn zoontje die even snel naar binnen is gerend. Dus we gaan nu even naar de supermarkt betalen. En dan mag ik mijn boodschappen mee. Die chicks lachen me uit hier in de supermarkt. Omdat ik vraag. Ja, ren maar weg. Nee, ik ga ze gewoon zoeken ook. Oh. Ja, van wie ren je weg dan? Ze rennen dus weg omdat ik ze vraag waar je rijst kan halen. We gaan dus even rijst halen. En de rest van de boodschappen die ik net vergeten was. Dep. Verkeerde kant, maar anyway. Oké, Jessien was dus net bij een vriendje, maar ik weet dat hij bij dat vriendje was, omdat hij weet... Nee! Dat zusje hem leuk vindt. Oké, maar eerlijk. Nee. Was je gewoon bij je vriendje om alleen FIFA te spelen, of omdat je zijn zusje stiekem leuk vindt? Eerlijk.
Alleen voor Cecilia. Jessien heeft nog een half uurtje voordat hij naar bed moet. Ik ben vanavond vrij, ik heb mijn meetings gehad. Ik ben aan het voorbereiden voor de shows voor aankomend weekend. En dat betekent dat we nog een half uur de tijd hebben dat we minimaal nog 2 potjes FIFA kunnen spelen. En Jessien, ik heb hem notabene de FIFA leren spelen. En hij denkt dat hij gewoon beter is dan zijn vader. Dat kan toch niet, ben je helemaal gek? Yo Jessien. Ja. Ben je er klaar voor, jongen? Ja. Voor een echte pakslag. We gaan nu beginnen. Ik ga spelen met Egypte. Waarom Egypte? Omdat ik half Egyptisch ben en een mega fan ben van het Egyptische elftal. Kijk mijn team, jongens. Helemaal ready voor de wedstrijd. Oh, wat een publiek heb ik. Wat een publiek. Dit ga je niet menen, man. Ondanks dat ik super trots ben op mijn kleintje. Schaam ik me ook wel een beetje. Hij staat gewoon fucking 1-0 voor. Oh man, ik schaam me diep. Ik ga ook geen extra licht zetten. Het is wat het is, maar ik sta 2-0 achter. What a quad, man. Dit is een pijnlijke dag in mijn levensjaren. 3-0 achterstand. Nou, heerlijke wedstrijd. Het is helemaal geen heerlijke wedstrijd. Dat was de commentator die zei, het zit erop, het is een heerlijke wedstrijd. Ik baal, want deze man heeft gewonnen. Gefeliciteerd, maar dat doet me wel een beetje zeer. 3-2 verloren. Maar goed, van een 3-0 achterstand toch nog 2 doelpunten weten te maken. Verloren van een 7-jarige. Misschien moet ik gaan stoppen met FIFA. Ik ga vandaag een aantal dingen doen om een show voor te bereiden voor morgen in België. Je weet het, ik heb de hele week erop voorbereid. Ik heb er hard voor getraind om gewoon lekker fit te zijn. Ik heb studio sessies gehad om de show een beetje goed voor te bereiden. Zometeen. We hebben een klein beetje stress hier zo. De show is aardig goed voorbereid. De setlist is klaar voor vanavond. Dus de tracks die we vanavond gaan doen. De bandleden zijn ready. Alleen we hebben één probleem. We hebben normaliter onze vaste tourmanager Johan. Die komt vandaag niet mee. En toen hadden we een reserve tourmanager. En wat gebeurt er nou? Die belt een uur van tevoren af wegens omstandigheden. Dus we hebben een beetje stress. Dus ik heb direct iemand bij ons gebeld die stage bij ons loopt. En in bezit is van een rijbewijs en wel eens vaker voor iemand heeft gereden. En ik kan ieder moment gebeld worden. Ik hoop dat hij kan. Dit hoort er ook bij. Stress, zo vlak voor de show. Maar het komt uiteindelijk allemaal goed. Kijk, we worden nu gebeld. Ah, ik hoop dat hij kan. Yo, Sven. Te gek, super. Ja, kijk eens hoe blij ik nu ben. Net zag je een beetje een stresshoofd, maar alles is opgelost. Uiteindelijk komt alles goed. Zitten we dus 2 uur in dat. Serieus, voortaan bel me alleen maar als we optreden in Amsterdam-West is. Maar ik zit een keer 2 uur in de auto. Ik krijg van deze man niks te drinken, niks te eten. Het is gewoon Ramadan maar hier, man. Ja hoor, de mannen zijn blij, want we zijn bij de McDonald's! Izzy is vooral blij. Izzy. Ja, maar Izzy, even eerst je blije hoofd, kom op. Nee, dat is straks, wacht. Zie hoe honger die heeft. Hij wil niet eens meer praten. Hey, maar anyway, we gaan even wat bestellen. Ja. Dit is het gevaar van toeren. Is hij dicht? Ja, hij is dicht. Kijk eronder. Ja, dit is dan niet mijn schuld. Is dan eronder. Ja. Ja. Oké, we zijn aangekomen in de club. Hey, licht. Licht is een beetje KUT daar. Goedenavond, Nederland, een pijltje. Kijk, wat vitaminedrank voor de jongens. Dames en heren, voor als jullie dachten dat Kietje Wetter niet meer is, hij doet vandaag gewoon mee in de show. Zie je, ik ben de nerd van de crew, man. Alleen ik durf geen ballon te nemen. Oké, misschien. Wat verdikken me, Easy. Ik ben bang dat ik erin blijf hangen, toch? Dus, wat een professional die is het. Natte scheten van Easy.nl. Ik ben Noël en mijn favoriete Jesper song is Late Night Sex. Kom! Hallo, ik ben Hanna, 24 jaar uit België en mijn favoriete Jesper song is Ready For Yeah. Ik ben 26 jaar uit België en mijn favoriete liedje van Jesper is Hey Schatje. Mijn naam is Kenny, ik kom in België, ben 28 jaar. Mijn favoriete song van Jess is Double Double O. Yo, what's up? Mijn naam is Jess R. En mijn favoriete Jess R song is alles wat hij doet. Hij is geweldig, hij is amazing. En ik ben blij dat hij vandaag in België is. Allee België. Superman, don't you?
show. Vanuit de grond van mijn hart. Je weet, ik heb de hele week ging deze vlog al over deze show. Omdat ik een zwak heb voor België. En ja, het was fucking gruwelijk, man. Het publiek zong alles mee. Nieuwe nummers, wat vaak lastig is. Gingen ze zelfs los op. En toen die gouden ouwe kwam. Ja, ik bedoel, de beelden liegen niet. De shit ontplofte. Hasselt vanuit de grond van mijn hart, man. Thanks, jullie waren geweldig. En België, deze is voor jullie, man. Zo, de day after. Huge shout-out naar België. Ik heb er een week naartoe geleefd en de show is precies gegaan zoals ik hoopte. Thanks iedereen naar Hasselt en vooral ook voor de fans die helemaal vanuit Gent en Antwerpen en whatever kwamen. Tent was bomvol, show is hard gegaan, jullie hebben de beelden gezien. Vandaag ga ik leren, want ik moet namelijk een hele hoop tekst uit mijn kop leren. Het zijn maar liefst 4 of 5 A4'tjes. Dus voor mijn nieuwe programma waar ik binnenkort inhoudelijk veel meer over mag vertellen in mijn vlogs. Maar ja, binnenkort dus heel veel Yes Air op NPO 3. Maar natuurlijk ook op je vlog. Dus abonneer, duimpje omhoog en ik hoop dat jullie de vlog vet vinden. Je mooie SR.